programma een goed begin. Neem er uw tijd voor. Stel u open. Ontvang. En laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen. Broeders en zusters, ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Het is Gods genade om u deze morgen te bemoedigen met Gods woord. Mijn naam is Monique Tobikromo en bezoek de gemeente Tovaal Blauwgrond. Lieve luisteraars, als kinderen Gods is het altijd fijn om de dag te beginnen met gebed en Gods woord. De Heere heeft altijd een woord voor degenen die Hem zoeken. Amen. Het is daarom heel belangrijk Hem te betrekken in al onze wegen. En daarom kunnen wij deze tekst lezen in Spreuken 3, vers 6. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Amen. We moeten Hem betrekken in alles wat we doen. En daarom is mijn gebed dat u de Heer moet betrekken in alles wat u doet of onderneemt. Elke keuze die u maakt, dat u Hem betrekt. Amen. Ook als u over straat moet gaan, als u naar het werk gaat, alles wat u van plan bent te doen, betrekt de Heer. Want Hij is het die ons leidt in alles wat wij doen. Iedere dag weer. Lieve luisteraars, laten we samen bidden en deze dag opdragen aan de Heere. Vader God, wij danken U voor deze nieuwe dag. Het is Uw genade dat wij deze dag mogen aanschouwen, Heer. Velen hebben deze dag niet kunnen zien, Vader. En daarom zijn we U dankbaar. We vragen U dat U ons leidt door de Heilige Geest. Ook vraag ik U dat het woord dat ik zal bemoedigen een zegen mag zijn voor elk een die luistert. Vader, ik bid dat U ons een gezegende dag verder geeft en legt een ieder in Uw machtige hand. Vader God, leid hen veilig naar het werk en of hun bestemming. Dit bid ik en vraag ik in de naam van Koning Jezus. Amen. Zo, lieve luisteraars, het thema van mijn bemoediging van vandaag is: word nuchter en waakzaam. Laten we samen lezen uit het boek 1 Petrus 5, vers 8. Daar staat geschreven: word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Amen. Dit is een heel bekende tekst. Ik denk dat velen van jullie deze tekst wel kennen. Echter is de vraag: beseffen we wel hoe serieus deze waarschuwing is? Lieve broeders en zusters, u weet, de duivel, de eeuwenoude slang, de leider van alle rebellerende gevallen engelen? Ja, hij die door Jezus Christus de Vader de leugen genoemd wordt. Hij gaat rond als een leeuw die brult en zoekt een ieder die hem de gelegenheid geeft hem te terroriseren. Laten wij daarom altijd alert zijn, want de duivel zal er alles aan doen om u en een ieder die u dierbaar is kapot te maken. Daarom is mijn thema: word nuchter en waakzaam. We moeten altijd en alle tijden waakzaam zijn. Unom sribi sribi. Want if u sribi, da di dibri, of in occasie. En dat wil de Heer niet van ons. En daarom herinnert Jezus ons eraan in Johannes 10, vers 10. Dat de duivel een dief is.
die gestolen heeft aan onze financiën, onze gezondheid, maar meer in het bijzonder onze vrede en rust. Laten wij daarom waakzaam en nuchter blijven en ook vooral zijn listige werken tijdig herkennen en dan bestraffen. Laten we weerstand bieden middels het woord van God, geliefden, zodat Hij van ons zal vlieden. Dit kunnen wij lezen in Jacobus 4, vers 7. Nader daarom tot Hem en doe er alles aan om dicht bij God te zijn. Dan belooft de Bijbel: nader tot God en Hij zal tot u naderen. En het staat in Jacobus 4, vers 8. Lieve broeders en zusters, Hij vraagt namelijk van ons om ook heilig te zijn, want de Heer is heilig. En dit kunnen we lezen in 1 Petrus 1, vers 16. Deze waarschuwing mogen we niet lichtjes nemen. Eerlijk gezegd, we moeten dit niet lichtjes nemen, lieve luisteraars. Maar we moeten ervoor kiezen om bij de Heer te schuilen. Want Hij is onze schuilplaats. Hij is onze schild. Want voor een ieder die bij Hem schuilen, is Hij een schild. Dat kunt u ook lezen in Psalm 18, vers 31. Lieve luisteraars, als we niet waakzaam zijn, wordt ons leven overheerst door alles en nog wat. En komen er niet eens aan toe om te bedenken wat de wil van God is. Daarom te bidden en te doen wat Hij van ons verlangt. Het is beslissend voor ons om waakzaam te zijn en te bidden. Dat is vooral heel belangrijk. We moeten altijd waakzaam zijn. En vooral bidden. Anders worden we meegesleurd door de tijdgeest die bijna alle mensen beheerst. En dat willen we niet. We willen misschien ook straks graag bij Jezus komen, maar dan moeten we wel doen wat Hij zegt. Als Jezus onze Heer en Heiland is, lieve mensen, laten we dan in liefde Hem zijn toegewijd. Dan zien we ook hoopvol zijn komst tegemoet. We moeten ten alle tijden waakzaam zijn. We moeten Hem lief hebben, elkaar lief hebben. En als gelovigen moeten we standvastig zijn. Laten we niet wankelen. Laten we niet slapen. En laten we ten alle tijden waakzaam zijn. Lieve broeders en zusters, laten we bidden. Dank u, Heer, dat u voor ons zorgt. Ook dat u ons geestelijke wapens en bescherming geeft voor welke aanval van de vijand dan ook. Dat u ons altijd bijstaat. U laat uw kinderen niet onbeschermd in de strijd, Heer. U laat uw kinderen nooit en nimmer onbeschermd achter, Heere God. En daarom danken wij u. Vader, we weten dat u gebeden hoort en verhoort, o Heere God. Vader God, u bent onze schuilplaats die nooit wankelt. U bent het die ons helpt. U helpt ons, Heer, om onze ogen open te houden en alert te zijn, zodat we iedere aanval van de vijand kunnen herkennen. Vader, dank u wel dat u ons mag leiden en begeleiden, Heere. O Heere, waar zouden we zijn zonder u? En daarom zijn we u dankbaar. We zijn u dankbaar dat wij u hebben in ons leven, Heere God. Dat we u mogen prijzen. Dat we u alle eer kunnen geven, want u bent het waard, o Heer. Vader, we zijn dankbaar dat wij u hebben. Dat wij elk moment u kunnen aanroepen. En Vader God, dit bid ik en vraag ik in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Geliefde luisteraars, laten we samen naar het volgende nummer luisteren en laat het u tot zegen zijn. Thank you.
Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, weet dat de Heer u door en door kent. Nog voordat u op deze wereld was, kende Hij u al. En daarom, nader gerust tot Hem en kom zoals u bent. Want uw pijn en verdriet is bij Hem bekend. Hij doorgrondt harten. Hij doorgrondt elk hart. Hij kent uw verdriet en Hij kent uw verlangens. En daarom, stelt u open voor deze Heer, want Hij is het die redding brengt in uw leven. Amen. Geliefden, als er vragen zijn ten aanzien van dit thema, kunt u gerust een appje sturen op het nummer 87-12-423. Ik groet u en mogen de Heer u rijkelijk zegenen. Amen. Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, u mag opbouwen en toerusten.